Welkom bij onze eerste activiteit van de Week van de Utopie. Vanavond hebben we het werk van Thomas More Utopia centraal staan. Thomas More schreef dit werk 500 jaar geleden, in 1516. En inmiddels is het genre utopie niet meer weg te denken uit onze literaire en filosofische cultuur. Als we nu terugkijken naar het werk, dan denken we vaak dat we het niet meer moeten hebben van grote verhalen. Maar we gaan het er vandaag ook over hebben dat er toch wel degelijk lessen uit Utopia zijn waar we vandaag ook nog iets aan zouden kunnen hebben. Dat gaan we doen met Edwin van Meerkerk. Edwin van Meerkerk is cultuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit. Hij is mede-initiator van de Week van de Utopie. En hij heeft een vrij grote passie voor utopische werken. En hij doet vooral ook naast zijn academische werk doet hij veel tijd stoppen in onderzoek naar utopische literatuur en alles wat er omheen hangt. Edwin gaat vandaag een lezing geven waarin hij Utopia introduceert. En daarnaast gaat hij het werk in het historische context plaatsen. En zal hij spreken over de grens tussen feit en fictie, die in Utopia toch vaak een dunne lijn is. Daarna gaan we luisteren naar een lezing van Tinneke Beekman. Tinneke Beekman is Vlaamse filosoof en publicist. Zij schrijft onder andere veel voor De Standaard, De Morgen en NRC Next. En ze schreef onlangs het boek Macht en Onmacht. Dat boek is trouwens na de activiteit ook hier te koop. En zij volgt haar doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel in moraalfilosofie. En Tinneke gaat het vandaag hebben over het belang van utopia, over de noodzaak van de utopische denkoefening. Maar gaat het ook hebben over de beperkingen die een utopische denkoefening met zich meebrengt. Dus wat ik net al zei, de beperkingen tussen de grote verhalen versus het de relevantie die het werk voor vandaag kan hebben. En na de lezing van Tinneke vindt een gesprek plaats in drie gespreksrondes met als thema's samenleven, democratie en ongelijkheid. Deze drie thema's worden geïntroduceerd door Wout Waanders. Hij zal een kort gedicht voordragen aan de hand van deze thema's. En het gesprek zal geleid worden door filosoof Jeroen Lintzen van de Radboud Universiteit. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Edwin van Meerkerk. Mensen zoeken altijd naar het paradijs op aarde. Thuis, in de samenleving, maar vooral ook op vakantie. Zoals het Haitiaanse resort Labadie, kennen jullie of u het kent, dat door eigenaar Royal Caribbean wordt omschreven als een private island paradise. Gastheer John Wise zegt in het promofilmpje op hun website: "It has evolved into a private port that offers almost anything you can imagine." Bovendien is het, aldus Wise, die over deze quintessential Caribbean destination zegt: als je naar dit gebied gaat, is dit eiland waarschijnlijk precies wat je je erbij had voorgesteld. Almost anything you can imagine, precies wat je had bedacht. Overigens is dit private island paradise helemaal geen eiland, maar een stuk grond aan een baai. En voor de mensen aan de andere kant van het hek om dit terrein is het ook al geen paradijs. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling van de cruisemaatschappij. Die beloofden een imaginary, een verbeeld eiland. Het eiland van je dromen. En dat het juist de Cariben zijn die deze dromen bij ons losmaken, mag geen toeval heten. Haiti ligt op het eiland Hispaniola, een naam die uit de koloniale tijd stamt, klein Spanje betekent. Een gebied dat wij westerlingen alleen maar kennen als een kolonie, iets dat wij ons hebben toegeëigend. Hispaniola ligt niet ver van de plaats waar Christoffel Columbus op 12 oktober 1492 voet aan wal zette en kan symbool staan voor de ontdekking van de nieuwe wereld, maar meteen ook voor de verbeelding daarvan. Columbus had zich goed voorbereid. Hij kende alle verslagen van landen in het Verre Oosten dat hij over de West probeerde te bereiken. Hij wist wat hem te wachten stond. Behalve het goud van Cathay, China, Chipangu, Japan, de specerijen van de Molukken, bekend uit de verhalen van de Arabische handelsreizigers, kon hij uit het verslag van Marco Polo en de brief van de Indiase christenvorst Pape Jan, die u wellicht kent uit Umberto Eco's Baudolino, dat daarop is gebaseerd, ontmoetingen met vreemde wezens verwachten. Amazones, schiapoden, wezens met één been en een hele grote voet, die ze ook als parasol konden gebruiken. Mensen met een hondenhoofd, de kunokefali, kannibalen en reuzen. En wie de later uitgegeven logboeken van de grote ontdekkingsreiziger leest, ziet hem zoeken en vinden.
In het voetspoor van Columbus werden veel nieuwe ontdekkingen gedaan, zowel echte als denkbeeldige. De beroemdste reiziger in deze tijd was Amerigo Vespucci, een andere Italiaan, die van zijn reizen naar de Nieuwe Wereld verslag deed aan zijn patroon, de Condottiero van Florence, die in het begin van de 16e eeuw werden gepubliceerd onder de titel Mundus Novus, de Nieuwe Wereld. Daarin deed hij verslag van zijn vier reizen en het boek was zo invloedrijk dat het hele continent zijn naam zou dragen. In 1516, 4 jaar na het overlijden van Vespucci, verscheen een boek, het boek waarom wij hier allemaal samen zijn, en daarin doet een van diens reisgezellen verslag van zijn ontmoeting met de bewoners van de Nieuwe Wereld. De naam van deze reiziger was Raphael Hitlodeus. Het land dat hij beschreef heet Utopia. Volgens Thomas More, die naar eigen zeggen het verhaal van deze Portugees uit diens mond optekende, was Hitlodeus meegegaan op de laatste 3 van Vespucci's reizen. Hij was echter niet teruggekeerd van de laatste reis, maar was met een groep metgezellen verder getrokken en was zo op het eiland Utopia gestuit, waar een leergierige Europeaan alles vond wat hij zich maar kon voorstellen. Een staat onaangetast door de corruptie die na de val van het Romeinse Rijk over Europa was gekomen. Voordat ik verder inga op de beschrijving van Utopia die Hitlodeus geeft, moet ik eerst voor de goede orde vermelden dat zelfs al in de tijd zelf werd betwijfeld of Vespucci überhaupt wel in de Nieuwe Wereld was geweest. Onder historici wordt hooguit 1 van zijn 4 reizen als waar beschouwd. Vespucci was, zoals dat in de wetenschappelijke literatuur heet, een travel liar, in tegenstelling tot een traveler. Iemand die op min of meer overtuigende wijze een reisbeschrijving geeft, in tegenstelling ook weer tot schrijvers die overduidelijke reisfictie produceren, zoals bijvoorbeeld Jonathan Swift later zou doen met zijn Gulliver's Travels. Over het bestaan van Hitlodeus kan ook geen enkele twijfel bestaan. Zijn naam betekent onzinverkoper. En hij is samen met zijn verhaal verzonnen door Thomas More. Maakt dat Thomas More ook tot een travel liar? Niet per se. Want juist door duidelijk te laten zien dat zijn reisverhaal onwaar was, was ook voor de lezer van de vroege 16e eeuw duidelijk dat hij een fictiewerk in handen had. Maar toch. Wie de Utopia plaatst in de stroom aan reisverhalen die verschenen en die tot ver in de 18e eeuw aan zou houden, ziet een verhaal dat op zijn minst een beetje waar had kunnen zijn. Met dat gegeven speelt More op een aantal cruciale momenten in het boek. En dat begint al bij de titel. Utopia is een typisch humanistisch bedenksel van een Latijns woord met Griekse wortels. Zou er een oorspronkelijk Grieks woord zijn, dan zou dat ofwel utopia met OU zijn, ofwel utopia. Niet plaats, dan wel goed plaats. Nergens huizen of droomstad. Samen met zijn goede vriend Erasmus, die in het genre van de humanistische woordgrap toch wel de ongekroonde koning was, was More dol op dergelijke taalspelletjes. En slaan we het boek open, dan vergroot More de twijfel nog door zichzelf als romanpersonage op te voeren. De protagonist, More, tussen aanhalingstekens, gaat aan het begin op dezelfde reis die de echte More kort daarvoor had gemaakt naar Vlaanderen. Hij ontmoet in Antwerpen More's al even echte vriend Pieter Gillis, die hem vervolgens voorstelt aan Raphael Hitlodeus. En diens achternaam doorgronden we inmiddels al als onzinverkoper, maar zijn voornaam verwijst naar de aartsengel Raphael. Zo iemand zal toch niet kunnen liegen? Als hij al een verzinsel is, spreekt hij op zijn minst een beetje de waarheid. Het personage Pieter Gillis vergroot de twijfel door Hitlodeus te vergelijken met 3 figuren uit de oudheid. Stuurman Palinurus uit de Aeneas van Vergilius, een fictiefiguur. Odysseus, zo'n figuur die soms op het randje lijkt zich te bewegen. En hij heeft ook nog eens trekjes van de grote filosoof Plato. En met het noemen van Plato plaatst More zijn boek in een tweede traditie, naast die van de al dan niet fictieve reisbeschrijvingen. En dat is het genre van de politieke theorie en wat de vorstenspiegel wordt genoemd. Een voorschrift voor het in de praktijk vormgeven van een staat. Beide type tekst waren al in de tijd van More geen genres die los stonden van de fictie. De roman als zodanig bestond ook nog niet. En auteur speelde vrijelijk met waarheid en leugen, juist ook wanneer het over de echte wereld ging. Niet alleen waren Plato en die fictieve dialogen bekend, ook vorstenspiegels baseerden zich vaak op fictieve verhalen. Bijvoorbeeld de middeleeuwse Nederlandse schrijver Maarland baseerde zich in zijn leerdicht voor de Graaf van Holland op de fictieve belevenissen van Alexander de Grote, die op hun beurt niet veel later de basis zouden vormen voor de algenoemde brief van Pape Jan. Ook die is fictie.
En ook in de rationalistische renaissance was dat niet anders. De humanist Lorenzo Valla koos er ruim een halve eeuw eerder voor zijn gedegen bronkritische analyse van de donatie van Constantijn, die de basis vormt van de claim van de paus op wereldlijke macht, in de vorm van een fictieve dialoog te gieten. Dat de tijd rijp was voor een nieuwe kijk op de samenleving, blijkt bovendien uit de in dezelfde jaren geschreven vorstenspiegel van Erasmus voor de latere Karel V, de Institutio Principi Christiani, en natuurlijk de beroemde Il Principe van Niccolò Machiavelli. Dat is twee werken die bijna parallel verschijnen aan de Utopia. Dan over het boek zelf. Dat bestaat uit twee delen. In boek 1 levert Hitlodeus in de vorm van een verslag van een gesprek dat hij dan weer zou hebben gevoerd met de Engelse kardinaal Morton, die ook weer echt heeft bestaan, een bijtende kritiek op het Engelse politieke en juridische stelsel. More was zelf ooit page geweest bij Morton en verkeerde als voormalig rechter en parlementslid inmiddels in dezelfde kringen als de kardinaal. De kritiek die uit Moores pen vloeide is in dat licht opmerkelijk scherp. Zeker voor een man die enkele jaren later in 1529 zelfs tot Lord Chancellor werd benoemd. Het is toch een beetje alsof David Cameron in 2000 een radicaal linkse Harry Potter spin-off zou hebben geschreven. Zo vormt Norm zelf achteraf gezien misschien wel het grootste mysterie van dit boek. Want over wie hebben we het eigenlijk? More de kanselier? More de maatschappijcriticus die in de 19e en de 20e eeuw als groot lichtend voorbeeld van het communisme werd gezien? Of misschien wel de heilige Thomas More, die weigerde Hendrik de VIII als koning van de Anglicaanse kerk of als hoofd van de Anglicaanse kerk te erkennen en die in 1535 daarvoor werd onthoofd. Een standvastigheid waarvoor hij 400 jaar later heilig zou worden verklaard. Maar terug naar het boek, waarin More zoals gezegd een personage is die luistert naar het verhaal van Hitlodeus. Boek 1 bevat zoals gezegd zijn tirade tegen de Engelse maatschappij, waarin diefstal met de dood wordt bestraft zonder dat mensen de kans krijgen in hun eigen bestaan te voorzien. Een pleidooi voor sociaal beleid, waar Moores leerling Juan Luis Vives 10 jaar later nog een indrukwekkend manifest over zou schrijven, De Subventione Pauperum, over armenzorg. Het is duidelijk dat het een onderwerp was dat More, die uit een burgerlijke familie kwam en tot de hoogste adellijke kringen wist door te dringen, persoonlijk bezig hield. In Engeland was de landed gentry, de grondbezittende aristocratie, in deze jaren bezig het areaal van hun bezittingen uit te breiden en aaneen te sluiten. Ten koste van de lokale gemeenschappelijke gronden, de commons. Deze zogenoemde enclosure-beweging wordt door economische historici gezien als de belangrijkste stap in de aanloop naar de latere industrialisering van Groot-Brittannië. De landbouw en de wolproductie werd efficiënter en een grote klasse van voormalige boeren en landarbeiders raakte afhankelijk van loonarbeid. Zonder deze voorlopers van het proletariaat zou de 18e en 19e eeuwse steenkoolindustrie nooit zo'n succes zijn geworden. Kritiek op deze ontwikkeling is dan ook een vorm van sociaal-economisch conservatisme. Hitlodeus verwoordt in zijn discussie met Morton de argumenten van de tegenstanders van deze ontwikkeling. Een grote klasse van armen begon te ontstaan zonder duidelijk toekomstperspectief. Niet alleen hun eigen bestaan was precair, hun aanwezigheid werd ook door leden van de gegoede klasse als een potentieel gevaar gezien, vandaar de strenge straffen. Waren staat en kerk echter niet moreel verantwoordelijk voor deze mensen? Het is interessant te zien hoe More, zijn personage More, laat reageren op het felle betoog van Hitlodeus. In eerste instantie houdt More zich op de vlakte. Hij noemt weliswaar Hitlodeus wijs en benadrukt dat zijn raadgevingen niet zouden misstaan aan een koninklijk hof. Iets waar de zeeman zich weer fel tegen verzet, want koningen die niet zelf filosoof zijn, en dan denken we natuurlijk meteen aan Plato, luisteren niet naar hem. Verderop speelt het personage More in het betoog echter juist de onwetende gesprekspartner die in dit soort dialogen vaker worden opgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan Galileo's dialogen over de twee wereldsystemen uit 1632. Kortom, het personage More blijft ongrijpbaar en stelt zo de schrijver More in staat radicaal positie te kiezen bij monden van Hitlodeus. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat, en we zijn inmiddels halverwege het boek, zijn verhaal wel degelijk over echte problemen gaat. Het tweede boek, en als ik het over boeken heb, bij boeken denkt u misschien aan iets heel diks. Als je de noten en de inleiding die er meestal bij zit eruit haalt, dan hou je dit over. Dus het valt nog mee, straks voor onderweg als u met de trein bent. Het tweede boek, dat is ook ongeveer de helft van het boek, is een beschrijving van het eiland Utopia. In een lange monoloog
beschrijft Hitlerdeus de geschiedenis, staatsinrichting, economie, cultuur, onderwijs, religie, samenleving van de inwoners van dat land. Utopia blijkt in veel, zo niet alle opzichten, het tegendeel van het Engeland van deze tijd. En het is ook een spiegel daarvan. Utopia bevat precies evenveel steden als de stad Londen boroughs had op dat moment. Hitlerdeus' beschrijving is feitelijk een lange opsomming, zoals lezers dat gewend waren, uit reisbeschrijvingen en fictionele verhalen. Het land dat Hitlerdeus beschrijft is een realistische samenleving. Geen paradijselijk bestaan, zoals in het middeleeuwse Kokengen, luid Lekkerland. Er waren gewone mensen in gewone steden die werken voor de kost, al hoeven ze wat minder hard te werken dan de lezers van morgen gewend waren. En dat komt, zo benadrukt Hitlerdeus, omdat iedereen werkt. Er is geen niet werkende klasse, zoals adel of geestelijkheid. En evenmin zijn er bedelaars in het land. En doordat iedereen de handen uit de mouwen steekt, hoeft ieder voor zich minder te doen. Arbeidsdeling zouden we dat tegenwoordig noemen. De utopische samenleving is hiërarchisch georganiseerd in families, waarbij aan de top van de piramide de goede vorst staat, die door de vertegenwoordigers van de families, de sifogranten, wordt gekozen. In Utopia heeft en kent iedereen zijn plek, draagt zijn steentje bij en zorgt zo mede voor voorspoed en rust. We lezen over een goed geordend land, met een gelukkig, enigszins bedachtzaam volk, dat wars is van frivoliteiten in kleding of gedrag. Ze geven niet om goud en zilver, dat is kinderspeelgoed. Ze drinken geen alcohol, zelfs geen bier. En hun favoriete tijdsbestedingen zijn lezen en het spelen van moreel verheffende spelletjes, zoals een ethische versie van schaken. Geld is niet nodig. Het platteland bestaat in feite uit commons en doordat iedereen werkt is er geen armoede. Ook op intellectueel vlak is het contrast met het goeddeels ongeletterde Europa groot. Wanneer de utopiërs van Hitlerdeus door hem meegebrachte exemplaren van klassieke Griekse auteurs te lezen krijgen, herkennen ze onmiddellijk de daarin vervatte wijsheden en leren ze in een mum van tijd de taal te beheersen. Zo'n situatie was dan de natte droom van iedere rechtgeaarde humanist in deze jaren en dat was ook het primaire publiek voor Moores in het Latijn geschreven boek. Maar als de punctualiteit, netheid, eenvormigheid van het leven in Utopia niet al op je zenuwen beginnen te werken, dan is er nog wel een aantal andere zaken dat wellicht ook al bij de contemporaine lezer de wenkbrauwen deed fronsen. De achtergestelde positie van vrouwen is misschien nog wel te verklaren vanuit de tijd waarin Moore leefde. Maar wie kritisch naar zijn beschrijving van de Utopia kijkt, ziet meer ongerijmdheden. Zo wordt de welvaart van de utopiërs mede mogelijk gemaakt door een klasse van slaven. Ook beleiden ze weliswaar geweldloosheid, maar hun oorlogen, die ze kennelijk toch met enige regelmaat voeren, laten ze door een ander, woest en barbaars volk voeren, beslechten. En op die manier veroveren ze land om koloniën te stichten wanneer hun bevolking te veel groeit. Er zijn namelijk zeer strikte normen voor het aantal leden van zowel gezinnen als steden. Wie boventallig is, wordt uit huis geplaatst, net als degenen die ongeschikt zijn voor het aan de familie van staatswegen toegewezen beroep. Echt gezellig is het uiteindelijk in Utopia dus niet. Zelfs een reis die niet is aangevraagd en goedgekeurd wordt bestraft. De reiziger geldt als vluchteling. Volkswil, rationaliteit, prescriptie regeren het eiland. En wat vindt de toeluisterende Moore van het verhaal van Hitlerdeus? Hij heeft, zo stelt hij in de veelbesproken laatste regel van het boek, eerder de wens dan de verwachting dat veel zaken die Hitlerdeus heeft beschreven in zijn eigen land navolging zullen vinden. En die slotopmerking roept de vraag op hoe het eerste en het tweede boek zich tot elkaar verhouden. Ondanks alle fictieve elementen boorde Moore immers in boek 1 een maar al te reële problematiek aan. Dat hij zich in zijn kritiek daarop verschuilde achter een fictief personage is eerder een uiting van de tijd waarin het geschreven werd dan dat het een afzwakking is van zijn kritiek daarop. Ook Moores goede vriend Erasmus speelde dit spel met feit en fictie maar al te graag wanneer het ging om zaken die er echt toe deden. Denken maar aan zijn lof der zotheid. Galilei deed zoals gezegd hetzelfde. En nog in de tijd van Spinoza was anoniem publiceren de norm. Het boek is daarom in mijn ogen in eerste instantie een publiek gedachte-experiment binnen een beperkt publiek. Naar aanleiding van maatschappelijke kwesties, van armoede, criminaliteit, economische verschuivingen en waargenomen of moreel verval die hij in boek 1 aan de orde stelde. Die thema's waren bijzonder actueel. Nog maar kort daarvoor had Girolamo Savonarola in Florence dood en verderf gezaaid
in zijn poging de stad moreel te zuiveren en de boerenopstanden in Duitsland van de vroege reformatie lagen aan de horizon. Door te kiezen voor een reisverhaal als vorm, waarmee hij zich, zoals gezegd, zowel in de traditie van de echte, of tenminste potentieel echte reisverhalen, als in de mythologische, politieke en filosofische traditie plaatste, gaf Moore een extra dimensie aan zijn verhaal. Er was namelijk een echte nieuwe wereld ontdekt. En wat zich daar bevond, was nog verre van duidelijk. Volgens veel reizigers, onder wie zowel Columbus als Vespucci, waren de Caraïbische eilanden een mengeling van het aards paradijs en tot leven gekomen klassieke mythologie. En ze spraken uit ervaringen, in ieder geval Columbus. Wie wist welke hogere beschavingen verderop nog verborgen lagen? En bovendien, als het zo was, wat de humanisten oprecht geloofden, dat de klassieke geschriften juist in combinatie met de kern van het christelijk gedachtegoed een kenbare, rationele, universele waarheid bevatten, dan zou het toch alleen maar logisch zijn wanneer er ergens anders mensen zouden leven die deze idealen uit andere bron ook hadden ontdekt. De kennismaking door de Europese intellectuelen met het Confucianisme in de eeuwen hierna spreekt wat dat betreft boekdelen. Juist omdat de utopia voortbouwde op een al veel langer bestaande traditie van reisverhalen en imaginaire werelden, en doordat Moore op een productieve manier zowel feit als fictie vermengde en daarnaast actuele maatschappelijke problemen aan de orde stelde, legde Moore de basis voor een heel genre. En wat we daarin, naast de stroom aan fictieve maar realistische reisverhalen en sterk overdreven fictie, zoals voorlopers van de romantische fantasy, vaak terugzien, is een inherente spanning die Moore in zijn boek heeft vervlochten. Is het een ideale wereld? Of is het een onhaalbaar, misschien wel onwenselijk idee? Is het utopia of is het utopia? Of met de latere terminologie, is het een utopie of een dystopie? Laat zijn boek misschien zien dat een op een mooie, rationele principes gebaseerde samenleving uiteindelijk toch onleefbaar wordt. Dat een staat die iedereen gelukkig maakt onmogelijk is. Dat daar altijd slaven, uit huis geplaatste kinderen, gestrafte vluchtelingen en ingehuurde barbaren bij horen. Of biedt het een, zij het verre, horizon van de doelen die wij zouden moeten nastreven. Redelijkheid, gelijkheid, afkeer van overdaad. De mogelijkheid dat er ergens op de wereld een ideale samenleving bestaat, een niet door de geschiedenis geschonden wereld, prikkelde de fantasie van Moore en veel van zijn tijdgenoten en navolgers. Die relatie tot de geschiedenis loopt als een rode draad door de utopische fictie na Moore. Andere beschavingen in de nieuwe wereld, die een zuiverheid zouden hebben bewaard, die door kerk en corruptie uit Europa was verdreven, maakten, naarmate de wereld steeds verder in kaart was gebracht, plaats voor de gedachte dat er buiten de aarde, op de maan, op Mars, in andere zonnestelsels, wellicht zo'n samenleving zou kunnen bestaan. Of misschien in de verre toekomst. Of juist een ideaal verleden. Weer anderen zochten het in verhalen over mensen die een nieuw begin konden maken. Op een eenzaam eiland, zoals Robinson Crusoe. Dat al die verhalen meer waren dan een literair tijdverdrijf, is alleen al te zien aan de vele pogingen die mensen hebben gedaan om daadwerkelijke utopia's te stichten. Met Walden misschien wel als meest directe voorbeeld van een roman die tot leven werd gebracht. Maar ook de door Elisabeth Förster Nietzsche en haar echtgenoot gestichte Arische kolonie Nueva Germania hoort in het rijtje thuis, hoe eng het ook was. Evenals veel kleine gemeenschappen in de Verenigde Staten en tot op zekere hoogte ook de Sovjet-Unie. Zoals Moore-kenner Erika Gottlieb in haar studie Dystopian Fiction East and West aantoont, leidde het ontstaan van de Sovjet-Unie nou juist tot een golf aan nieuwe vormen van vooral dystopische literatuur, die zich van meet af aan direct verhield tot de eigen omgeving, zoals Moore dat in boek 1 van Utopia ook al deed. En daarin wordt het Westen, een vlucht in tijd of ruimte nodig bleef om utopische of dystopische werelden te creëren, kon men in het Oosten in de eigen samenleving blijven kijken. En wat al deze pogingen om fictie werkelijkheid te maken deed mislukken, is wellicht de belangrijkste kern van Moore's boek. Je kunt wel wensen dat dit bewaarheid wordt, maar hoop koesteren dat het ook echt gebeurt, is naïef. En zo bezien is Thomas Moore wellicht de meest realistische utopische romanschrijver van allemaal. Dank u wel. Edwin, als je nou zou mogen kiezen, je hebt gezegd het was niet echt gezellig in Utopia, maar als je nou zou mogen kiezen, wat zou je heel graag
uit Utopia in onze wereld invoeren? En wat zou je vooral niet uit Utopia in onze wereld willen invoeren? Kun je dan wat een voorbeeld geven? Het is een beetje misschien lastig dat ik je daar zo mee over vallen. Ja, nou, een van de mooiste dingen die volgens mij voor Moore zelf ook heel belangrijk waren. Zeker als je kijkt naar waar het in die tijd om draaide. Is zijn beschrijving van het meer moreel-religieuze karakter van die samenleving. Het zijn dingen waar je nu snel overheen leest. Mensen zijn vooral gefascineerd door het feit dat hij legbatterijen heeft uitgevonden in het boek. Dat vinden wij dan leuk, lekker technologisch. Maar het idee dat iedereen zegt, nou, ik heb bepaalde morele idealen, ik heb bepaalde theologische overtuigingen, maar dat staat niet in de weg dat we dat met z'n allen op een bepaalde manier delen. Dat we vooral zoeken naar de gemeenschappelijke delen daarin. Dat is denk ik een van de mooiste dingen in dat boek. Want de utopiërs waren tolerant met betrekking tot godsdienst. Ja, mits het aan bepaalde universele, tolerante principes voldeed. Ja, zeg maar. Okay. Dus heel intolerant ten opzichte van de intolerante. Wat zou je zeker niet... Dat zou ik wel willen behouden. Wat ik niet zou willen zien... alle vormen van eenvormigheid. Als je het persoonlijk houdt, zou ik zeggen... De verplicht voorgeschreven saaie kleding die iedereen aan moest. Zeg maar. Oké, goed. Daar krijg ik helemaal jeuk van. We zullen straks nog verder spreken over het leven in Utopia. Dan wil ik nu Tineke Beekman uitnodigen om achter het spreekstoel te plaats te nemen. En dan luisteren we naar de tweede lezing. Het lijkt wel een mis. Dankjewel. Goedenavond. Ik heb een korte presentatie over de meer filosofische aspecten van de utopie. Wat is eigenlijk een utopie? Wel, men spreekt over een utopie als er drie ideeën verenigd zijn. Als er een idee is van een maatschappij vanuit een idee. En dus er is een stichter, Utopos, en die had een bepaalde visie. En die man heeft een hele aanleg geplant. Ten tweede, als het gaat over elk aspect van de samenleving, die is al aan bod gekomen. De kledij, het samen eten, het werk, de omgang met de natuur, oorlog, internationale relaties, economie, school. Op elk punt van een samenleving of op elk aspect van een beleving, het huwelijk, hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan, daar wordt een antwoord op gegeven. En ten derde, wanneer het gaat over een toekomstplan, wanneer de utopie een oplossing is voor problemen die zich stellen, problemen die door die utopie overstegen worden. Na Thomas More kennen we ook de dystopie, dus dat is eigenlijk de fictie over de samenleving vanuit de akelige kenmerken. Ik heb hier een voorbeeld van George Orwell, 1984, maar natuurlijk ook Brave New World van Aldous Huxley. Recenter kan je ook denken aan het werk van Ayn Rand, Atlas Shrugged, dat tegelijkertijd een utopie is en een dystopie, dus een beeld heeft van een ideale samenleving, maar ook een beeld heeft van echt mislukte samenleving. Het is denk ik niet toevallig dat dystopieën vooral geschreven zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog of na de Eerste Wereldoorlog, omdat het natuurlijk gaat over een... Het is altijd een politieke reflectie over een massapolitiek, waarbij er één leider is opnieuw die erin slaagt, zoals de fascistische leiders, of zoals Stalin, of zoals Hitler, om een bepaald plan op te leggen, een bepaald idee op te leggen aan de samenleving. Waarom is nu een utopie vandaag nog altijd boeiend, nog altijd interessant? Wel, het is een denkoefening. Het is een denkoefening van een plan naar een realiteit. Het anticipeert, als het ware, op problemen die zich kunnen stellen. Het is een plan van het morele naar het politieke. En hier komen we inderdaad bij Plato. Dus eigenlijk heel de verhouding, heel de vraag is... wat is de relatie tussen de politiek en de moraal? En dan ten derde de vraag over de relatie tussen gemeenschap en individu. En dat is natuurlijk een van de grote problemen bij de utopie van Thomas More... dat de vrijheid van het individu enorm beperkt is. En dat is ook de reden waarom het heel erg lijkt op een communistisch systeem... omdat wat het individu wilt ondergeschikt is aan de ideeën... die vanuit de gemeenschap worden opgelegd. Maar ik denk dat het ook kenmerkend is voor deze tijd... dat de dystopie van Ayn Rand... helemaal vertrekt vanuit het individu. Dus daar zie je
daar krijg je eigenlijk een kritiek op de samenleving, precies omdat de vrijheid van het individu wordt beperkt. Dus je ziet dat er tussen die tijd van Thomas More, 500 jaar geleden, Thomas More, die echt pleit voor een ideaal van gelijkheid in utopia, dat er nu helemaal een omslag gemaakt is naar een utopie vanuit de idee van de vrijheid. Waarom is specifiek de utopie van Thomas More nog altijd heel belangrijk of boeiend? Wel, de utopie is een denkoefening die breekt met de traditie. En het staat ook zo in het eerste deel van Utopia. Ik heb hier een citaatje. Dus eigenlijk tegen het conservatisme van machthebbers zegt Raphaël Hitlodeus: onze vaderen hebben het zo gedaan en bij hun beproefde wijsheid kan de onze het niet halen. Dat is een antwoord van Raphaël Hitlodeus aan een gesprekspartner bij kardinaal Morton. Dus hier zitten we in het echte deel van het werk. En ze hebben een discussie over de vraag: moet je, als je goede ideeën hebt, moet je aan politiek doen? Moet je meestappen in het politieke bedrijf? En dat vind ik ook vandaag nog een hele interessante vraag. Kan je eigenlijk wel iets bereiken in de politiek? In de tijd van Thomas More gaat het, zoals Thomas More zelf ook was, over raadgevingen aan een koning die toch behoorlijk wat macht heeft, of raadgevingen aan de aristocratie, die eigenlijk geen verantwoording moeten afleggen voor een burger, zolang voor de democratie en voor de idee van het inspraak van de bevolking. En dan is dus het antwoord dat de conservatieve klasse geeft: kijk, onze vader heeft het zo gedaan en bij hun beproefde wijsheid kan de onze het niet halen. Dat is eigenlijk een antwoord om te zeggen: we hebben geen vooruitgang, we hebben geen verandering nodig. En het is precies daartegen, denk ik, dat Thomas More reageert. En vandaar ook dat het tweede deel, als het ware, een antwoord is op die vraag. En dat zien we, denk ik, vandaag nog. In het bekende TINA, There is no alternative, sinds de val van de Berlijnse muur, is er gewoon geen alternatief voor het economische bestel, het politieke bestel, dat we kennen. Margaret Thatcher zei het in de jaren 80, There is no alternative. En het is nog herhaald door mijn landgenoot, de Belg Herman Van Rompuy, toen hij voorzitter was van de Europese Raad, zogezegd de president van Europa. En het boeiende is dat natuurlijk op het moment dat het gezegd wordt, is het eigenlijk al niet meer waar. Het is eigenlijk een beetje een waarschuwing. Als de heersende klasse dat zegt, dan weet je eigenlijk dat er heel wat veranderingen op deal zijn. Dat was in de tijd van Thomas More zo. En ik denk eigenlijk ook vandaag nog zo. Het wordt gezegd: er is no alternative, en wat blijkt, er zijn ecologische uitdagingen, er is een economische crisis, er is een migratie, er zijn religieuze fanatisme. Dus blijkt eigenlijk dat er zeker een soort van antwoord moet worden gevonden. En dan is het interessant om te zien hoe er precies zo'n denkoefening die zegt: mijn doel is om te breken met wat er bestaat en om iets helemaal nieuws te bedenken. Dit is eigenlijk, denk ik, een heel fascinerende manier waarop Thomas More daarmee omgaat. Het belang van de utopie is ten tweede ook het feit dat het een manier is om de morele vraag voorop te plaatsen. Bij Thomas More is de vraag: wordt elke raadgever niet even verdorven als de politicus? Dus dat is eigenlijk de vraag van Hitlodeus. Tegelijkertijd is het ook een aanklacht tegen corruptie en de oorlogszucht van leiders in die tijd. Dat is wat Thomas More gemeenschappelijk heeft met Machiavelli, waar ik zelfs nog iets over zal zeggen. Die zegt: een falend moreel leiderschap van de elite, falend moreel leiderschap van de aristocratie, die in Utopia helemaal geen plaats hebben. De utopiërs spotten eigenlijk met het idee dat er edelen zouden zijn, dat er mensen zouden zijn die vanuit een erfrecht meer privileges zouden hebben dan anderen. Het is ook een aanklacht tegen het misbruik van de religieuze instellingen. En natuurlijk, wat Thomas More doet met zijn verdraagzaamheid, met zijn christelijk geïnspireerde ideeën, maar zonder openbaring, is precies het probleem van religieus fanatisme vermijden. Want bij de utopiërs is er geen boek, geen revelatie. En dat is natuurlijk ook een van de bronnen voor de verdraagzaamheid rond die godsdienst. Je kan allerlei ideeën hebben, je kan debatteren, precies omdat niemand zegt: ik heb inzicht in het ware woord van de profeet. Het falend moreel leiderschap betekent ook een enorme kritiek op de hebzucht. Het is al aan bod geweest. De commons worden
afgesloten. De aristocratie begint landen te gebruiken voor schapen, voor wol. Eigenlijk alleen maar voor haar eigen belang, voor haar eigen weelde. En denkt helemaal niet aan de gevolgen voor, van de mensen die geen plaats meer hebben om nog land te bebouwen, die landloper worden, die in armoede leven, die gedwongen worden om te stelen. Dat is heel het debat precies in het eerste deel van, van Utopia. En waarbij Thomas More zich enorm progressief toont. En denk ik echt de basis legt voor een fundamentele idee van progressief politiek denken, namelijk... Het is niet alleen het individu dat verantwoordelijk is, het is ook het beleid, het is ook de context die maakt of mensen zich al dan niet moreel kunnen gedragen. Als die mensen stelen, is het precies omdat ze geen enkel alternatief hebben. Het is dus de verantwoordelijkheid van de politiek om ervoor te zorgen dat burgers de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en ook om zich aan de wetten te houden. En precies ook in die aanklacht tegen die elite, zowel de adel, aristocratie als de kerk, zie je toch ook een soort kritiek op de kerk. Maar tegelijkertijd denk ik dat Thomas More nog wel heel erg in de traditie staat van Thomas van Aquino. Precies in de manier dat hij die morele vraag voorop plaatst. Het is de taak van politieke leiders om deugdzaam te zijn. En deugdzaam betekent binnen de christelijke idee dat je je houdt aan eerlijke middelen, dus geen list en geen bedrog. En er wordt daar ook opgesomd in dat eerste deel van Utopia hoe ze oude wetten teruggebruiken om meer belastingen te kunnen heffen. Dus eigenlijk hoe ze voortdurend liegen en bedriegen, die elite, in hun eigen belang. En ten tweede dat ook het doel van de politiek het heil is van de mens. Ja, het doel van de politiek is precies dat mensen hun heil kunnen bereiken in plaats van dat het doel zou zijn dat mensen alleen maar hun eigen rijkdom en hun eigen macht zouden mogen nastreven. Dat is eigenlijk een heel onchristelijke idee. Dus er is denk ik wel een aanklacht van Thomas More vanuit zijn ervaring van geloof op die kerkelijke instituten en die morele, die leiders van zijn tijd. Dus die denkoefening is interessant omdat je de vraag kan stellen, kan je eigenlijk nog wel moreel zijn? En wat zou dat eigenlijk betekenen? Maar, en dat is juist de kritiek ook op Utopia, dat is natuurlijk ook de beperking. Want de beperking is juist dat in de utopie, vanuit het morele ideaal, de werkelijkheid moet worden aangepast. En ik heb hier een citaat van Machiavelli uit Il Principe, dus een boek dat ongeveer tegelijkertijd is geschreven. Machiavelli die ook reageert tegen heerszuchtige leiders, tegen een corrupte kerk, maar een heel ander antwoord zal geven politiek. En Machiavelli zegt, velen hebben zich republiek en vorstendommen ingebeeld die geen sterveling daadwerkelijk heeft gezien of gekend. Want zo hemelsbreed is het verschil tussen hoe men leeft en hoe men zou moeten leven. Dat degene die het leven zoals het is inruilt voor het leven zoals het zou moeten zijn, eerder zijn ondergang dan zijn redding bewerkstelligt. En hier krijgen we Machiavelli die zijn licht laat schijnen op waarom hij niet voor utopieën is, maar tegelijkertijd ook het argument, dat ik denk dat wel een sterk argument is, namelijk dat je wel kan dromen van politieke plannen, maar als je ze werkelijk zou willen opleggen, dan bewerkstellig je je eigen ondergang. Dus je kan geen, dat is de vraag, kan je een duurzaam politiek beleid hebben wanneer je al te zeer vertrekt vanuit het ideaal. En dat is dan ook de kritiek die zal komen op die utopisch geïnspireerde politieke systemen zoals het communisme, dat het geweld dat je nodig hebt om je ideaal op te leggen buitensporig groot is. En mensen moeten zich dan aanpassen natuurlijk aan die nieuwe samenleving waar alles gelijkvormig is. En wat doe je met degene die niet die disciplinering aanvaarden? Dus volgens Machiavelli is de reden om niet al te veel te dromen in de politiek vooral het feit dat het moeilijk is om dan je eigen ondergang niet eigenlijk te plannen. Dus dat vind ik wel een interessante gedachte. En ik heb vanuit die idee van idealisme en realisme kort enkele verschillen die denk ik tot vandaag de dag nog altijd in het politieke debat gelden. Je hebt de idealisten en je hebt de realisten.
En dus je hebt eigenlijk de mensen die zeggen, en dat is dan vanuit Thomas More, gelijkheid is belangrijk, sociale herverdeling. Vandaag ook, als je denkt aan de vluchtelingencrisis, waardigheid, mensenrechten, het feit dat eigenlijk iedereen het goed moet hebben. Dat is de motivering om politiek te handelen. En dan staat de politiek misschien eerder in functie van een bepaalde moraal, een bepaald idee van recht, een bepaald idee van rechtvaardigheid. En als het echt heel idealistisch wordt, dan vertrekt het altijd van een toekomstvisie, maar ook van een idee van een maakbaarheid. Hè. Wij samen, mensen kunnen hier en nu de samenleving vormgeven en we hoeven ons niet neer te leggen bij de beperkingen die er op het eerste gezicht zijn. En daartegenover staat dan het realisme, dus het meer machiavellistische realisme, waar de vrijheid centraal staat. Dus eigenlijk Machiavelli dan als pleitbezorger van de Vrije Republiek. En waar moraal in functie staat van de politiek. Je moet dus eigenlijk niet, als je politiek wil handelen, denken aan je eigen morele regels. Nee, je moet begrijpen dat politiek, als het ware, een eigen morele logica heeft. En je kan pas efficiënt politiek handelen als je die beperkingen van de moraal in de politiek, als je die heel goed beseft. Want de menselijke natuur blijft altijd dezelfde. Hè. Dus situaties kunnen veranderen, culturele instellingen kunnen veranderen, landen veranderen of zijn anders verschillen, maar de mens blijft altijd dezelfde. En die mens die genees je niet zo snel van de hebzucht, de jaloezie, het egoïsme en alle andere kwalijke kenmerken die volgens Thomas More ook in zijn tijd leidde tot een heel groot onrecht of een onrechtvaardige situatie. En dat brengt mij bij mijn laatste thema, namelijk die maakbaarheid. Geloven we vandaag nog in de maakbaarheid? Vandaag zijn er geen grote verhalen meer. Het is meer realisme dan idealisme. Dus geloven we nog in die maakbaarheid? Ik denk veel minder. En dat heeft te maken met drie dingen. Ten eerste met de slechte ervaringen rond de utopie. Eigenlijk is het geweld om de nieuwe mens te creëren. Gulags enzovoort. Trouwens, ook Ayn Rand heeft met haar meer model voor het neoliberale utopie, als je wil, heeft natuurlijk, vertrekt ook van een zekere maakbaarheid. Maar ook bij Ayn Rand, denk ik, zijn er momenten waarop om die utopie te kunnen verwezenlijken, dat recht geweld moet worden gebruikt. Dus in haar romans zijn er gebouwen die instorten of mensen die omkomen, maar op een of andere manier is het niet vanzelfsprekend dat je die mens zomaar boetseert of disciplineert in, in het plan. Een tweede reden waarom dat die maakbaarheid minder vanzelfsprekend is, is dat wat echt utopisch is vandaag, is denk ik de technologie. Of wat echt razendsnel verandert, razendsnel evolueert en dingen kan realiseren waar je 15, 20 jaar geleden nog niet van zou dromen of waar je nog niet aan zou denken. Maar natuurlijk, die technologie die wordt niet aangestuurd vanuit één gemeenschap. En alle voorbeelden van technologie tonen het ook. Als je zegt, de sociale netwerken, ja, die zijn eigenlijk internationaal. Maar ook door die technologie, afluisterpraktijken van inlichtingendiensten, dat is ook niet vanuit één gemeenschap. En ik denk dat je om een politieke maakbaarheid te moeten hebben, moet je wel heel duidelijk weten wie er precies macht heeft over een bepaalde gemeenschap. Dat is ook het begin van utopia. Er is een utopos, die heeft een eiland, die heeft een bevolking met zich meegebracht. Misschien waren er ook al een paar. En daar wordt het plan uitgevoerd. Maar dat is vandaag niet meer mogelijk. En ik denk dat het precies ook een verwijt is een probleem is dat heel wat burgers in onder meer West-Europa hebben. Dat is precies de vraag, wie is er nu juist aan de macht? Is het eigenlijk zijn het lokale politici? Is het op het Europese vlak? En natuurlijk, zolang je daar geen duidelijkheid over hebt, is die maakbaarheid moeilijk en is ook technologisch aansturen of de technologie gebruiken binnen een maakbaarheid is een hele moeilijke idee. En dan ten derde, het nieuwe is een globaal proces dat niemand nog beheerst. En daar denk ik dan aan de economie die toch een soort race is op allerlei manieren met speculatie enzovoort. Maar waar, denk ik, eigenlijk niemand nog juist controle of nog juist een bepaald zicht op heeft. Dus hoewel de wereld heel snel verandert en er enorm veel problemen zijn met veel van die snelle veranderingen, dat heel onduidelijk is
waartoe dat zal leiden, denk ik niet dat je echt kan spreken van een maakbaarheid. En zelfs niet als het gaat over technologie of als het gaat over economie. Dus kort samengevat, ik denk dat de utopie nog altijd heel belangrijk is als een bepaalde denkoefening, dat het een heel fascinerende denkoefening is. Maar om over te gaan tot die echte maakbaarheid vandaag, denk ik dat dat echt wel, ja, dat er vandaag uitdagingen zijn die maken dat dat toch wel heel moeilijk haalbaar zou zijn. Dank je. En toch zo vrij aan jou, ben ik verstaanbaar? Toch zo vrij aan jou dezelfde vraag te stellen. Oké. Je mag iets meenemen uit Utopia. Wat zal het zijn? Wat ik heel mooi vind, is de manier dat ze hun eigen voedsel produceren en consumeren. Zo die gebondenheid aan de aarde en aan de seizoenen en de soberheid daarvan, dat vind ik wel heel aantrekkelijk. Ja. En wat moeten we absoluut niet meenemen? Ik zal nog iets positiefs zeggen. Dat is de inspraak van de bevolking. Het is echt wel een democratisch element dat Thomas More heel belangrijk vond. En, dus dat vind ik wel goed, maar ik vrees dat ik zoveel dingen niet zo goed vind. Zoals, het is al een beetje aan bod gekomen, de, alles is gelijkvormig, maar ik bespeur er ook een soort afkeer van alles wat sensualiteit is bij Thomas More. In de kunsten heeft hij het bijvoorbeeld niet over, over schilderijen of over echte lichamelijkheid, maar als het gaat over eten, dan moet het sober zijn. Ik ben daar wel voor, maar je moet toch wel echt van de dingen kunnen genieten. Als het gaat over die kledij, is het ook duidelijk dat elke gelegenheid tot verleiding als het ware uitgeschakeld wordt. En dat is begrijpelijk, want dat leidt opnieuw tot verlangen, dat leidt opnieuw tot rivaliteit, dat leidt opnieuw tot conflict. Dus in zijn verlangen om een harmonieuze samenleving te hebben, moet je afstand doen van heel veel dingen waarvan ik denk dat wij er heel erg aan moet je bepaalde dingen uitsluiten die je misschien niet zou willen uitsluiten. Ja, je merkt het ook met die spelletjes en zo. Ja. En dan alles moet zo deugdzaam zijn. En we gaan er dadelijk over verder. Je mag niet pokeren of zo, dat is allemaal verboden. Ja.